Oopsie. Prince Bee, Queen Bee, Hoops Cutie en Puppy. Hey, lieve familie. Luister, we hebben non-stop gerepeteerd voor de Glitter City Dance-Off. En vanavond is de avond. Laten we alles nog één keer goed doornemen samen, want... Oefening baart kunst. Precies, ja. Oké, Hoops Cutie, hoe gaat het met die speciale beweging? Oh, maak je over mij maar geen zorgen, Royal Bee. Ik kan deze dans dromen. En jij dan, Puppy? Mijn schattige baby puppy prinses. Ben je er klaar voor? Ziet er goed uit. Kostuums? Helemaal veilig in de Bibi Boutique. Neon Kitty zal ze niets laten overkomen. We zijn echt goed voorbereid. Geweldig. Dus nu kunnen we allemaal ontspannen tot aan de show. Toch? Ik weet het niet. Alles is onder controle, joh. Waarom pak je geen Boba en ga je lekker zitten voor een paar uur? En terwijl jij dat doet, neem ik Puppy mee voor een kleine wandeling. Ah, je wilt gewoon basketbal spelen. Ik bedoel, ik zou graag een paar worpen doen, maar het is gewoon een kleine wandeling. We zijn zo terug, beloofd? Doei! Weet je wat, Puppy? Vandaag is een perfecte dag om te dansen en puppies uit te laten en... Ah, en ballen gooien. We hebben tijd, toch? Kijk uit allemaal, Hoops Cutie gaat lekker. Ze doet alsof ze naar links gaat. Oh, ze dribbelt naar rechts. Ze schiet. Wow. Ah. Oh nee, gaat het, Puppy? Ik breng je naar de dierenarts. Is er een dierenarts aanwezig? Is een dierenartsassistent ook goed? Emma Emo? In levende lijven. Oh nee, je arme schat. Wat is er gebeurd? Gewoon een klein bultje op haar koppie. Oké, ik ga een snelle controlebeurt voorschrijven. Dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Eerder zou beter zijn. De gezondheid van dieren kun je niet overhaasten. Ze zijn erg delicaat en hebben speciale zorg nodig. Goed, zet Puppy maar neer op de tafel en dan kunnen we beginnen. Oh nee, niet alweer hè? Alweer? Ja, dit gebeurt nogal vaak. Het is stil, Queen Bee. Te stil. Dingen gaan normaal nooit zo soepel. Voor alles is een eerste keer. Wacht, heb jij Hoops Cutie en Puppy gezien? Ik geloof dat ze nog niet terug zijn. Ze zijn al langer dan een uur weg. Ik ga ze bellen, er is iets aan de hand. Ze is vastgestopt om basketbal te spelen. Daar ben ik bang voor, ja. Dan verliezen ze de tijd uit het oog. Queen Bee, zou jij Prince Bee willen halen en hem zeggen dat hij iedereen moet vertellen dat er een Glitter City noodoproep is om onze vermiste familie te vinden? Ik weet het. Het doet pijn, hè? Het was een ongelukje. We speelden 1-op-1 en Puppy blokkeerde mijn shot. Dat was een zieke blok, trouwens. En de bal stuiterde een beetje overal naartoe en dus ook op Puppy. Zoals ik al dacht. Deze pup is gezond en gelukkig. Ze heeft gewoon meer van dit nodig. Dus geen basketbal meer vandaag, oké? Okay? Oh, ik heb toch geen tijd. Ik moet een optreden rocken. Bedankt, Emma. Ik zei toch dat we het zouden halen? Waar is iedereen? Naar jullie op zoek. Waarom? We zijn gewoon hier. Meer dan een uur te laat. Oh. Wat is er gebeurd? De wandeling duurde wat langer, maar we zijn er klaar voor. Toch, Puppy? Ze zijn allemaal ziek. We moeten ze naar de dierenarts brengen. Oh, en hier komt de chaos. Oké, allemaal. Alle hens aan dek. Laten we deze lieve diertjes helpen. Oeh, serieus? Oeh, en Puppy ook? Ik heb je net nog opgeknapt. Het kan niet dat jullie allemaal basketbalblessures hebben. Basketbal? Hoops Cutie. Oké, dus misschien ben ik gestopt om basketbal te spelen en zo raakte Puppy gewond. Ik weet niet wat er met de anderen is gebeurd.
Daarnaast heeft Emma papi gecontroleerd en alles was oké. Oké. Dit is rampzalig. Let niet op mij. Ik ga ondertussen gewoon even deze schatjes opknappen. Spijt me, Royal Bee. Ik wilde gewoon een beetje lol maken. En bij jou is het soms allemaal zo zakelijk, weet je wel? Ik maak ook graag lol, hoor. Maar ik heb gewoon ook graag dat alles perfect is. Alles is perfect. Kijk om je heen. We hebben elkaar. Echt waar? Ik bedoel, ja. Jullie hebben mij en Pup Bee gekozen als deel van de Bee-familie. En er is niks beters dan jou als grote zus te hebben. Ze heeft gelijk. Nou. Sorry, ik hou gewoon van liefde. Ik bedoel huisdieren. Ik hou van huisdieren. Ik zal hier gewoon mijn werk doen. Wacht eens even. Dit ziet er niet gebroken uit. Kun je haar als volgende opknappen? Ik dacht dat je je hoofd had gestoten. Oké. Dus alle huisdieren zijn gewoon helemaal gezond. Ze hebben alleen maar... Ik wist natuurlijk dat alle huisdieren totaal net als ons deden. Je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze er schattig uit willen zien met hun schattige verbandjes. Misschien moeten we wel allemaal matchen. Ah! Maak er mode van. Het is Poos. Hoi, Poos. Wauw, hallo. Kijk, ik heb ze. Meen je dat serieus? De kaartjes voor de Glitter City Soirée. Maar hoe dan? Die waren echt onmogelijk om te krijgen. En niet onmogelijk voor mij. Ik kom er meteen aan. Doet sweet. Wat gaan we aandoen? Geen zorgen, daar weet ik wel iets op voor ons. Nieuwe outfit, vind je dat? Oh, wauw, dat is zo cool. Het is perfect. Perfecte mode? Impossible. Dat betekent onmogelijk. Maar oeh, ja's. Inderdaad mogelijk. Je hebt het zojuist gedaan. Bedankt. En ik heb iets glamoureus voor jullie allemaal. Ah, fantastisch, Lady Diva. Ziet er prachtig uit. Oh, jeetje. Probeer deze eens. Wat een swag! Oeh, magnifiek! Maar er ontbreekt nog iets. Natuurlijk! Voilà! Oh, gedraag je, Royal Bee! Oeh, mijn beurt nu! Ik wil er ook zo chic als jullie uitzien. Probeer dit! Te kriebelig. Wat dacht je van dit? Dit ziet er achterstevoren uit op beide manieren. Of deze? Is dit een legging of een sjaal? Misschien dit dan? Veel te poeverig. Onze chauffeur is er. Ah, we moeten gaan. Ik wil niet gaan. Ik heb nog niet echt iets perfects om aan te doen. Jullie moeten maar gaan. Het is niet jullie schuld. Maar dan zouden we jou hier achter moeten laten.
Het is de Glitter City Soirée. Het is echt très important. Dat is Frans voor superbelangrijk. Weet je wat? Gaan jullie maar. Ah, ik snap helemaal waar Diva vandaan komt. Ik blijf gezellig bij mijn zusje. Echt waar? Nou, wij kunnen niet gaan als jij en jij ook niet gaan. Maar dan missen we wat misschien wel de grootste roze loper ooit zal zijn. Nou ja, het is geen vereiste om te gaan. Gaan we niet naar de soirée, kunnen we toch wel iets anders doen, zoals iets normalers. Maar zo chic gekleed? Weet je wat? Laten we de stijl omarmen. We kunnen alles doen in high fashion als we dat willen. Het is waar. Je kunt echt alles doen in high fashion. Moet je dit eens zien? Ik vind het superb. Je hebt snelheid en glamour. Wow! Perfectie! Doe met me mee! Wow! Mooi gedraaid. En nu, maak er mode van. Disco dancer. Een tornado. Oeh, je bent als de wind. Je bent wild. Ik heb het. Allons-y. Dat betekent, laten we gaan. Kitty zegt, bedankt voor het opdoffen om mij te aaien. Kitty Cat zegt, dat hadden jullie niet hoeven doen. Meisjes, laten we er nu mode van maken. Je bent een kat. Oeh, je wilt een ditje doen. Mauw. Ja, je bent een kat die yoga doet. Ja. Roar! Ik bedoel, miauw. On l'a fait. Ah, het is ons gelukt. We hebben daar zo erg mode van gemaakt. Waar was dat voor? Dat je bij me bent gebleven. Natuurlijk, daar zijn grote zussen toch voor? En om naar onze volgende halte te gaan. De Slay Space! De beste plek ooit! Eerste ritje op de glijbaan, geclaimd! Ben ik soms opeens gegroeid of is deze stoel echt heel erg klein? Wat het ook is, maak er mode van! Je bent een konijn? Nee, een kangoeroe! Kom op, Tot. Maak er mode van. Jullie zitten allemaal in een vliegtuig. Je bent een piloot. Je wilt meer pretzels. Woe! Daar gaan we. Van onderen. Oh, hier. Dat was de leukste dag die ik ooit heb gehad. Ja, echt hè? Erop uitgaan en zo gekleed gewoon lol maken was echt een geweldig idee. En we hadden het nooit gedaan als Diva er niet was geweest. Maar de volgende keer een formele normale dag? Ik wil ook zo'n mooie chique jurk. Ik beloof je dat ik dan iets speciaals voor je heb. Dat niet jeukt, achterstevoren of raar is. Nu, allemaal even dicht bij elkaar. Zeg, maak er mode van! Maak er mode van!